Nou, welkom allemaal, goedemiddag. Fijn dat jullie er allemaal zijn gekomen. Ook voor de kijkers die dit terug gaan zien. Ik ga het vandaag hebben over een klein stukje over openbaringen en over Jesaja. Of Jesaja, moet ik zeggen, in het Nederlands. Ik lees zelf onder andere voornamelijk uit de Engelse Bijbel, maar ik heb ook de Nederlandse Bijbel meegenomen. Dus als jullie zelf nog mee willen lezen, dan ga ik zeggen welke teksten dat zijn. En ik wilde graag nog eerst even in gebed gaan voor dit stuk. Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw woord. En dat u mij hier heeft neergezet om te spreken voor deze mensen. En laat de woorden die ik straks spreek van u zijn en niet van mijzelf. En dat bid ik in uw machtige naam, Jezus Christus. Amen. Nou, zoals ik dus al zei, zou ik het over openbaringen hebben. En de reden waarom dat ik dat wilde doen is omdat tegenwoordig is er best wel veel negativiteit in de wereld. En ziet het er niet altijd even goed uit. En God onder andere heeft tegen mij gesproken dat ik veel tijd moet besteden aan het stuk van openbaringen zelf. En vandaar ook de reden dat ik een gedeelte van dit wat ik nu ga vertellen ook geïmplementeerd heb. En nou ja, in openbaringen zelf staan iets over zegels. Onder andere wat Hans net vroeg. En het gaat over het feit dat de eindtijd komt en die komt er zeker aan. Zeker op de dingen die momenteel te zien zijn. En Hans had een hele mooie foto met bijvoorbeeld, wat was dat ook alweer, Hans? Met dat beest? Ja, dat beeld. Dat beeld van wat was dat? Van de eindtijd. Van de eindtijd. En het komt dichterbij en vaak wordt het natuurlijk wordt het niet heel veel over gesproken over de eindtijd zelf. Ik denk omdat er deels ook een soort van angst overheerst over die tijd, omdat het natuurlijk een hele onzekere en donkere tijd lijkt te zijn. Maar ik wil u graag gaan bemoedigen met het feit dat het juist een mooi ding is en dat het juist een goed ding is. En dat als God zegt dat het dichterbij komt, dat wij juist blij moeten zijn dat het dichterbij komt, dat we in deze tijd leven. En in openbaringen zelf staat is eigenlijk een waarschuwing voor wat er op dit moment gebeurt. En dat komt ook terug in Jesaja. Hij zegt, "Wail for the day of the Lord is near." Dat is van Jesaja 11, van 6. "It will come like destruction from the Almighty." Nou, dat klinkt natuurlijk niet heel positief, maar het is een waarschuwing voor elke christenen om dit goed te begrijpen dat dit eraan zit te komen, zodat wij ons kunnen voorbereiden. Dus het is openbaringen zelf op zich is een manier om te leren hoe je jezelf kan voorbereiden voor de tijd die komen gaat en wat je kan doen om als de tijd zich aandient dat je begrijpt van oké, ik herken dingen van wat ik gelezen heb, zodat als het moment zichzelf aandoet, dat je dan weet van oké, ik moet gewoon rustig blijven, ik moet juist God opzoeken. Ondanks dat het nu een zware tijd tegemoet komt, moet ik juist zo dicht mogelijk bij God zijn, zodat wat er ook gebeurt, dat jij beschermd zal zijn, want God loopt voor jou uit. En dat zegt hij ook. Die staan, onder andere staat er bij Jesaja 51, "Listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord." Dat zegt onder andere dat de mensen die naar God leven, die rechtvaardig leven, daar heeft hij hele mooie woorden voor. En die woorden die geven een instructie en die zegt dat het oordeel van God, dat dat juist zal zijn. Dus op het moment dat jij heel erg naar God leeft en God zoekt
en zijn woord leest en zijn wensen of de dingen die hij van jou vraagt doet en uitvoert, dat je eigenlijk niks te vrezen hebt, omdat jij rechtvaardig bent. Amen. Dus zeker ook in de eindtijd zelf, als het moment zich aandoet en jij hebt geleefd naar zijn wensen en je staat dicht bij hem, heb je niks te vrezen. Dus van wat er ook komen gaat, God is goed. God beschermt jou. God loopt voor jou en achter jou. Van, hij zal mensen, sommige mensen denken dat de opname voor de openbaring, voordat al het heftige wat te komen staat, gaat gebeuren. Anderen denken dat het daarna pas zal zijn, of tijdens. Het feit is dat het niet duidelijk staat aangegeven wanneer het zal zijn. Maar wat wel het belangrijkste daarvan is, is dat we voorbereid zijn. Dat we ons voorbereiden op wat komen gaat. En dat we elkaar scherp houden. Dat we met elkaar blijven praten. En zeker als die tijd zich aandoet, dat wij als mede-christenen elkaar scherp kunnen houden. Dus op het moment dat in openbaringen staat onder andere dat er een soort van illusie gecreëerd gaat worden. En dat sommige christenen die illusie gaan geloven. En daarvoor is het heel belangrijk voor de mensen die wel heel dicht bij God staan en niet die illusie gaan zien, dat zij iemand anders daarvoor kunnen behoeden voor het feit dat zij misschien het teken van het beest zouden willen aannemen. En daarom is het heel belangrijk dat wij ons goed inlezen, zodat wij anderen ook kunnen behoeden en uiteindelijk natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij God willen krijgen om te zorgen dat zij ook gered worden. En er staat in Isaiah 51 vers 4 tot 6, zegt hij, listen to me my people, hear me my nation, instruction will go out from me, my justice will become a light to the nations, my righteousness draws near speedily, my salvation is on the way, and my arm will bring justice to the nations. The island will look to me and wait in hope for my arm. Lift up your eyes to the heavens, look at the earth beneath, the heavens will vanish like smoke, the earth will wear out like a garment, and its inhabitants will die like flies, but my salvation will last forever. My righteousness will never fail. Dus vandaar ook, als je rechtvaardig hebt geleefd en God ziet dat, dan hij is rechtvaardig. Dus je hebt niks te vrezen. Je hoeft niet bang te zijn, want God zal voor jou uitgaan. God zal bij jou zijn. En dat komt ook terug in openbaringen voor de mensen die er wel zouden zijn. Dat sommigen zullen een zegel op hun hoofd krijgen, hun voorhoofd, wat ervoor zorgt dat alle narigheid die gebeurt bespaard zal blijven voor deze mensen. Het zijn 144.000 zegels die op de uitverkorene mensen geplaatst zullen worden. En het zal ervoor zorgen dat hun niks overkomt in die tijd. Er staat onder andere bij Isaiah 52. How beautiful are the feet of those who bring good news. Die het goede nieuws brengen. En die vrede claimt. En verlossing. Wat God natuurlijk gaat brengen. En die zeggen, er staat onder andere van, the watchmen lift up their voices together, they shout for joy. En dat houdt in dat de mensen op het moment dat God terugkomt, dat mensen blij zullen zijn. Dat ze juichen en feest zullen vieren. En ondanks dat Jeruzalem dan kapot zal zijn, zal het weer hersteld worden. En de hele aarde zal dan zien van de verlossing van God, van wat hij allemaal, waar hij ons allemaal voor geholpen heeft. Vers
Verder staat er nog over de toekomstige glorie van Zion, staat in Jesaja 52, vers 4 tot en met 10. Wees niet bang, je zal niet beschaamd worden. En dat zijn een paar bemoedigende woorden. Want voor een klein moment heb ik jullie alleen gelaten, maar met het diepste compassie zal ik jullie terugbrengen. In een golf van woede heb ik mijn gezicht verstopt, voor een moment, maar met voor eeuwige goedheid zal ik compassie voor jullie hebben, zegt de Heer. Voor mij is dit als de dagen van Noah, wanneer ik zweerde dat de waters van Noah nooit meer naar de aarde zullen bedekken. Zo heb ik nu gezworen nooit meer boos te zijn op jullie, nooit meer om jullie te berispen, ook al zijn de bergen geschud en de heuvels weggehaald. Ondanks dat zal mijn oneindige liefde voor jullie nooit veranderen. Nog zal mijn belofte van vrede gestopt worden, zegt de Heer, die compassie heeft over ons. Nou ja, wat hij hiermee wil zeggen is natuurlijk op het moment dat de eindtijd zich vervuld heeft en God weer terug is gekeerd naar de aarde, dat hij nooit meer zoiets laat gebeuren en dat dit noodzakelijk is over de tijd van de jaren, omdat mensen veel slechte dingen hebben uitgevoerd. Dit alles is nodig om uiteindelijk tot onze hele verlossing te gaan leiden. En op het moment dat God terugkomt, dan gaat hij dit nooit weer opnieuw laten doen. Dit zal nooit weer opnieuw gebeuren. Daarnaast staat in Jesaja 33, vers 15 tot en met 22, degenen die in rechtvaardigheid lopen en het goed spreken en door afpersing die zich weerhouden om een geschenk aan te nemen, zijn oor niet toestopt om naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien, die zal op hoogte wonen. En dat zal ook zichzelf doortrekken naar de eindtijd zelf. En daarom wil ik ook iedereen aanmoedigen om juist op dit moment meer God te gaan zoeken en meer in zijn woord te gaan te verdiepen voor de tijd die te wachten staat. En op het moment dat dat zou zijn, dan weet je dat je in rechtvaardigheid loopt. En zal je op een rots verheven worden, zoals God hier zegt, en heb je niks te vrezen. En daarmee wil ik ook zeggen dat het niet te laat is om je aan te sluiten bij God. En dat geldt voor iedereen, ook als je al gelooft, maar ook voor de mensen, juist ook voor de mensen die niet geloven. Het is nooit te laat. Je kan altijd, God vergeeft je echt voor je zonde, als je maar zoekt en als jij wil veranderen. Je moet er alleen naar handelen en natuurlijk lezen, want dan zal hij je vrijzetten. Onder andere in Jesaja 52, of 55, ik zeg het verkeerd, staat van vers 6 tot en met 7 over uitnodiging van de dorstigen. En zoek de Heer terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij geeft voor veelvuldig. En daarmee wil ik ook zeggen voor de mensen die op dit moment niet geloven, dat op het moment dat zij God aannemen, dat zij heel veel van hem kunnen verwachten en dat hij zich, zoals hier staat, over zich zullen ontfermen. En dat zal ook zijn voor de mensen die al wel geloven en juist nog dichter bij God gaan. Want je krijgt nog meer zegeningen op het moment dat je dichter bij God staat. En, een klein stukje van Lucas staat, waarschuwt ons, maar motiveert ons ook. Want daarin werd gezegd, sta altijd klaar om in actie te komen. En zorg dat jullie lamp brandt en wees als dienaars die wachten op onze Heer, tot die van de bruiloft terugkomt. En wie klaarstaan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig, want de Heer zal hun dienaar worden. Hij zal hun aan tafel uitnodigen en bedienen.
Of hij nu 's avonds komt, 's morgens of middernacht. Hij is voor degenen die klaarstaan, zal het een heerlijk moment zijn. Amen. Jullie begrijpen wel dat iemand niet in zijn huis zou laten inbreken als hij wist wanneer de dief zou komen. Het beste wat je dus kunt doen, is altijd klaar te zijn. Want ik, de mensenzoon, die kom op het moment dat niemand mij verwacht. En dat is eigenlijk het hele verhaal wat ik nu probeer te vertellen. Dat op het moment zich, want hiermee wordt gerefereerd naar openbaringen natuurlijk, naar over de eindtijd. En hij vraagt ons om klaar te zijn voor de tijd die komen gaat. En juist omdat hij op een moment komt wanneer wij het niet verwachten. En ja, dat was het eigenlijk wel.